kennetjes. Welkom op de sponsorloop. En je weet waar we voor gaan lopen, hè? Waar gaan jullie voor lopen? Weet je dit? Voor wat? Voor Afrika. Ja, dat klopt, ja. Voor de stichting Soekeroe. Ik ga even uitleggen hoe we gaan lopen. En dan komt straks nog even iemand van Soekeroe ook even zeggen. De kleintjes van groep 1, 2 en 3, die mogen een klein rondje lopen. Oké? Een klein rondje. Ik ga straks uitleggen daar waar jullie kunnen lopen. En vanaf groep 3 mogen jullie, ja, dat mag ook. Als jullie een grote ronde willen lopen, dat mag ook. Oké? Dat mag ook. Dat moet je zelf weten. Doe maar de kleine hoor. Maar je mag ook een klein rondje lopen. Bij jou? Oké. Dan gaan wij het tweede. Heb je er een beetje zin in? Nee, ik doe niet mee. Ja, goed zo. En hij een beetje hoofd. Of kan je al hard lopen? Dan vraag ik even jullie aandacht. Ja. Dan ga ik Kees ook nog even wat zeggen. Nou, leuk kan je meedoen hoor. Ja. Ja. Ja, jongens en meisjes, hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Ik heb, er zijn niet zo heel veel kindertjes, maar wel kinderen die heel veel geld op hebben gehaald voor de stichting Soekeroe. En eigenlijk halen we het niet op voor de stichting, maar eigenlijk halen we het op voor allemaal jongetjes en meisjes zoals jullie zijn, in Ghana. En die kinderen die kunnen eigenlijk alles gebruiken. En het komt eigenlijk omdat één iemand hier uit de neuzen naar Ghana is geweest en bij het weeshuisje heeft gewerkt. En dat is de voorzitter van de stichting Soekeroe. En dat is Zeda. Zwaai eens even. En dat is Hanne. En Hanne is naar Ghana geweest en die heeft het maandenlang aan het werk geweest in het weeshuisje. En die heeft daar iets heel moois gemaakt, dankzij steun van allemaal mensen hier uit de neus. En jullie gaan nu hetzelfde doen. Er zijn erbij die er helemaal op gekleed zijn. En volgens mij heeft deze jongen er net gezegd van, ik loop een rondje. En ik ga mijn vader en moeder arm maken. Oei. Dus die moeten we natuurlijk wel een beetje in beweging houden, deze jongen. Die heeft het nu al koud. Maar ik ga jullie in ieder geval nu al heel erg bedanken dat jullie er zijn. We gaan zo direct, als we rondjes hebben gelopen, dan ga je terugkomen, krijg je een stempeltje. En als je klaar bent, dan ga je even terug je stempelkaartje terugbrengen. En dan gaan we daar even wat in. Dat is de bedoeling. En als jullie het helemaal aflopen, is het daarna nog een hele disco. Jongen, jongen, jongen. Ja, helemaal geconcentreerd. Ik ga de stempel op. Benny, ga jij het startschot geven? Ja. Dan ga je door, hè? En dan ga je langs daar lopen. Ik ga de startschot geven. En goed opletten, dan gaan we die mensen die daar staan gaan uitleggen waar jullie moeten lopen. Oké. Okay. Zijn jullie klaar voor? 1, 2, 3, start! Niet te hard hoor. Ik moest niet mee. Nee. Daar gaan ze. Thank you.